eventueel er bereid toe zijn als de burgemeester die wietpas door zijn strot geduwd krijgt. Want er komt er een beetje op neer dat het college, maar ook de raad, de hele stad dus, die wietpas door de strot geduwd krijgt. Zou het dan bijvoorbeeld jullie partij bereid zijn om de burgemeester op te roepen tot bestuurlijke ongehoorzaamheid en gewoon te weigeren die pas toe te passen? Want kijk, dat zou pas een keer ruggengraat tonen. En ruggengraat, dat is waar het aan ons aan ontbreekt in de afgelopen 36 jaar. Bij net op die momenten dat belangrijke beslissingen konden worden genomen. Want alles wat je net schetste is natuurlijk al een paar keer bijna zover geweest. Maar dan lieten, meestal de VVD overigens, het op het laatste moment altijd net afweten. Wat zouden jullie daarom doen? Ja, natuurlijk is de Haagse Stadspartij daartoe bereid. Bestuurlijke ongehoorzaamheid klinkt heel heftig, maar ik noem het liever bestuurlijke verantwoordelijkheid. Het gaat erom dat je als bestuur verantwoord met je stad op kan gaan. En als die wietpas tot problemen leidt, dan moeten we daar niet aan mee willen werken. En er is in de gemeenteraad een meerderheid tot nu toe gebleken die op zich een progressief beleid heeft ten aanzien van softdrugs. En ik wil graag met die meerderheid de burgemeester dan aanspreken en de opdracht geven om inderdaad dan maar alle mazen van de wet op te zoeken en te zorgen dat we het handhaven van die wietpas in Den Haag niet toestaan. Wederom duidelijke taal, bedankt. Mevrouw Bouwmeester, u heeft een voorstel gedaan voor een wietwet namens de PvdA. Ziet er goed uit. Uitstekend initiatief, kunnen we weinig op afdingen. Eén ding missen we daarin. De positie van de consument thuis. U heeft inderdaad voor de consument die een koffieshop bezoekt, heeft u alles geregeld. Maar ja, niet iedereen heeft het geld ervoor. Soms liggen mensen, of wonen sorry, mensen in gebieden waar bijna geen koffieshops liggen. Dat ze heel ver moeten reizen om een koffieshop te bezoeken. Die mensen moeten toch eigenlijk ook de mogelijkheid kunnen hebben om middels een cannabis social club, dus een soort kweek- en verenigingsverband lokaal, of zelf fijn kunnen wat kweken. Dat moet er ook kunnen. Ja, wij vinden het heel erg belangrijk dat zowel de koffieshop-eigenaar als de gebruiker uit de criminaliteit wordt gehaald. Want opnieuw wordt iedereen die iets met loon te maken heeft, wordt weggezet als criminelen. Dus wij met z'n allen zijn als dat criminelen. Nou, daar moeten we mee stoppen, dus dat is ook goed voor de consument. En verder hebben we de regel dat je die vijf planten thuis mag telen voor eigen gebruik. Maar ik vind ook gewoon dat je dat moet handhaven. En zijn er lokaal initiatieven voor een social club of zoals Utrecht dat bedacht heeft? Ja, prima. Wij zeggen laat het vooral aan de gemeente hoe ze het regelen. Maar regel het goed, want anders gaat het mis en dat zien we dus nu. Nou, je hoorde net toen je over die vijf planten mogelijkheid sprak al wat geroezemoes uit het publiek, want dat valt vies tegen hoor. Ze zeggen dat je vijf planten mag hebben, maar dat is gewoon onzin, joh. Ze komen bij je thuis en ze halen ze weg. Ja, je krijgt daar geen bekeuring. Maar ze halen ze gewoon weg. Ja, wat is dat nou voor een rare gedoogsituatie? Nee, wij vinden sowieso de gedoogsituatie raar. Dus je regelt het goed of je regelt het niet. Nou, wij kunnen het in Nederland goed regelen. Dan moet je dat ook gewoon doen. Zo simpel. Nou, even een paar eerste opmerkingen, heel kort even uit het snelle nieuws. Vandaag hebben we mogen vernemen uit een reeds 40 jaar durend onderzoek van blowen word je dom. Ja, jullie zijn allemaal domme mensen en ik ben de grootste. Maar goed, van blowen word je dom als je lang bloot. Eerste reactie alsjeblieft. Nou, als je beneden de 18 jaar wordt, dan schijn je daar dom van te worden. Nou, hier zie je het resultaat. Ik heb flink veel gebloot toen ik 14, 15, 16 was, dus met mij is het al misgegaan. Alleen, stel dat het inderdaad zo is, en ik ben wel bereid om dat onderzoek te geloven, ook dat pleit ervoor om het juist gewoon netjes te legaliseren en netjes te regelen en niet met allerlei banden met een pas te doen, want dan gaan mensen dat op de straat doen. Als je zorgt dat het gewoon in de coffeeshops gebeurt, dan kan je dus ook die leeftijdscontrole en daarbij misschien ook de informatie die daarbij hoort, kan je veel beter regelen. Dank, scherpe koppeling. Ja, heel flauw. Van heel veel alcohol drinken word je ook dom. En dat is, ik bedoel, ja, het is een hele makkelijke vergelijking misschien. Maar er zijn een heleboel dingen die slecht voor je zijn. En de vraag is alleen, hoe ga je ermee om? En doe je dat op een slimme manier of op een domme manier? Nou, dan is de wietpas een domme manier. Maar dan roept de heer Joël Voordewind van de ChristenUnie, als ik me niet vergis. Die heeft vandaag opgeroepen om dan die maximumleeftijd, of sorry, neem me niet kwalijk, de minimumleeftijd in coffeeshops te verhogen van 18 naar 21. Want ja, onze jeugd wordt er zo dom van. Wat vindt u daar nou van? Weet u, of je nou alcohol drinkt of softdrugs gebruikt, kinderen die groeien, de hersenen groeien ook. Dus dat het effect heeft op je hersenen, begrijp ik.
Maar je kunt niet het probleem oplossen door leeftijden op te hogen, maar door te zorgen dat die kinderen vanaf heel jong al genoeg informatie krijgen, duidelijk uitgelegd krijgen wat er aan de hand is, zodat ze het niet gebruiken als ze jong zijn. Dat is de wijze waarop je dat doet. En goed handhaven, want dat doen we ook niet. Het publiek is het duidelijk met u eens. Mevrouw Bouwmeester, wat vindt u daar nou van? Ja, ik ben het er ook helemaal mee eens. Het is natuurlijk een beetje raar. Jeugd en alcohol is het allergrootste probleem. Maar jeugd die bloot is ook een probleem. Want je hersens die groeien nog en alles wat je dan aan genotsmiddelen gebruikt, die stoppen de groei. Dus dat moeten we voorkomen. Boven de 18 in de coffeeshop prima, maar daaronder niet. En ik zeg ook wel eens, als we de regels van de coffeeshop toepassen op de kroegen, dan zijn er nog een hele hoop coffeeshops open, maar alle kroegen in Nederland zijn dicht. Ja, klopt. Maar ik zeg wel eens tegen mezelf, de leeftijd tussen 14 en 18, als ik naar mezelf kijk tenminste, toen had ik nog haar, in die leeftijd experimenteer je het meeste. Nou, al mijn haar weggebloed, zie je nou wel. Dan experimenteren jongeren het meeste. Eigenlijk is het toch gek dat we die, overigens de coffeeshop-eigenaar zitten niet op te wachten dat ze onder de 18 binnenkomen. Maar hopelijk zijn we het wel met elkaar eens dat ook daar nog steeds een stap te halen valt. Bij dat gebruik tussen 14 en 18 jaar. Maar dat is niet mijn taak als coffeeshop-eigenaar. Blijkbaar mag ik niet om daarover te praten. Het begint natuurlijk inderdaad bij een stuk opvoeding. Ik ben het er ook gewoon echt mee eens dat ze onder de 18 niet drinken en niet blauwen. Als het nou je hersens kan beschadigen, dan moet je het niet willen. Dus ik ben het met de coffeeshophouders eens dat je het ook niet moet verkopen. Alleen, het probleem ligt bij de straatdealers. Ik snap mevrouw Bouwmeester, maar u heeft net iemand horen zeggen dat die het vanaf zijn 14e deed. En ik heb het ook vanaf mijn 14e gedaan. We zien er allebei iets anders uit, maar... Maar ten eerste moet je nagaan hoe slim jullie anders waren geweest. En ten tweede, nee, maar kijk, het effect verschilt per kind. Maar er zijn kinderen die zijn daar hypergevoelig voor en die verkloten gewoon hun hele leven. En dat moet je voorkomen. Dat is inderdaad een correcte opmerking. Nee.